Rob en Betsy de Vries wonen op nog geen 100 meter afstand van de ligplaats van de bommen. Vanuit de tuin volgen ze de werkzaamheden nauwgezet. Ja, het is een hele interessante ontwikkeling, moet ik zeggen. We hebben de afgelopen dagen heel gefascineerd kunnen kijken hoe dat bouwwerk wat u daar ziet, hoe dat is opgebouwd. Ik vind het wel een eng idee. Ik ga ervan uit dat de mensen van de opruimingsdienst in die bunker straks zitten. En het lijkt me verschrikkelijk eerlijk gezegd om zo'n baan te hebben. Vanmorgen werd ik wakker en dan weet je, je moet zo weg. En dat is een raar gevoel. En toen dacht ik wel, van al die mensen die in oorlogsgebieden zitten, die moeten dus allemaal weg en die mogen niks meenemen. Kijk, wij komen straks thuis en alles staat er nog. Maar die mensen hebben dus helemaal niets meer. Dat is toch verschrikkelijk. Een eindje verderop worden voorbereidingen getroffen om de bommen onschadelijk te maken. Dit is nog niet de knal van de exploderende bom. Het ontstekingsmechanisme wordt er eigenlijk afgeschoten. En dat gaat goed. Tegen het eind van de ochtend zijn beide Engelse 250 ponders onschadelijk gemaakt. Ja, trots hè. Ja, het blijft gewoon prachtig werk. En Nederland is weer een stukje veiliger geworden bij deze. Prachtig werk, maar ook levensgevaarlijk lijkt me. Nou, dat valt op zich wel mee. Wij zijn zeer goed opgeleid. We hebben gewoon veel verstand ervan. En wij doen niks als wij niet zeker weten hoe we ermee om moeten gaan. De bommen worden uiteindelijk op een geheime locatie tot ontploffing gebracht.